Yo, welkom weer een nieuwe video in deze lichaamsgewichtserie. Vandaag zijn onze guns, de biceps, aan de beurt. Ik heb een aantal fantastische oefeningen op een rijtje gezet voor je. Ik ga ze lekker voordoen. Voor de eerste oefening pak je een paal of bijvoorbeeld je deurpostbeet. En zodra je die beet pakt, pak je hem met je hand op schouderhoogtebeet. Op het moment dat je dat hebt gedaan, laat je jezelf rustig en beheerst naar achteren toe vallen. Wanneer je deze oefening doet, wil je continu je schouders omlaag houden en je borst laten zien. Voor oefening 2 heb je een handdoek nodig waar je op kunt gaan staan, dus hij moet lang genoeg zijn. Op het moment dat je op je handdoek staat, draai je handpalm naar het plafond toe en dan wil je proberen om die handdoek onder je voet vandaan te trekken. Dus je wilt alles geven wat je hebt. Voor deze oefening heb je een tafel of in ieder geval een object nodig waar je of op kunt gaan staan of heel goed vaststaat. En als je dat object beet hebt, dan duw je jezelf omlaag en op de weg omhoog rem je jezelf natuurlijk hartstikke erg af. Het zou ideaal zijn als je een object vindt waarbij je handen op ongeveer heuphoogte zijn. Dus de hoogte waarop je handen zouden hangen als je gewoon rechtop staat. Voor oefening nummer 4 zoek je eerst je normale opdrukpositie. Zodra je die hebt gevonden, draai je handen om en dan begin je op die manier op opdrukken. Houd in alle tijden je schouders naar elkaar toe, buik licht aangespannen, bek een beetje naar voren gekanteld, zodat je lichaam mooi vlak blijft. Je kunt natuurlijk zelf nog een beetje spelen en variëren met de hoogte. Als je sterk genoeg bent om jezelf op te trekken met je handen in deze positie, dat kan natuurlijk ook met een buis of iets dergelijks, dan is dat een fantastische oefening, maar ik wil een beetje origineel zijn met mijn oefeningen, dus ik ga jullie een andere laten zien. Pak een object, bijvoorbeeld een traptree, het maakt niet zo gek veel uit, en probeer jezelf een klein stukje op te trekken, zodat je juist het zwaarste gedeelte van de chin-up gaat trainen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om jezelf voor de helft op te trekken en daar een aantal seconden te blijven hangen. Op mijn kanaal staan verschillende series, zoals de verzuringsserie en natuurlijk deze lichaamsgewichtsserie. Als je al die video's wilt zien, vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video.